Hallo allemaal, op donderdagmiddag 2 juni bedacht ik me ineens, ik ga een stukje gras maaien. Een stukje waar de koeien al een aantal keren geweid hebben. Er zat bijna niks op, maar ik maai het af. En hier een dag later hark ik het gemaaide gras bij elkaar. Je ziet het, er ligt maar een dun laagje gras. En ik hark wat zulletjes, wiersen naar elkaar toe. En dan neem ik die een ronde verder nog weer een keer mee. En zo hark ik een paar van die wiersen naar elkaar toe. En dan krijg ik toch nog een redelijk mooie zwil. Vooral achteraan in het land, helemaal vooraan. Vlak achter de stal is het nog korter dan hier achteraan. Kijk, hier laat ik zien. Aan beide kanten van de trekker heb ik al zo'n rij liggen met gras. En ik rijd er precies tussendoor. En dan hark ik die twee rijen naar elkaar toe. Dan hoeft de ronde balen persen niet zo vaak rond straks. En dan gaan we weer op de trekker. Dan ga ik weer verder. En dan in de middag, ongeveer 24 uur nadat ik begon te maaien, worden hier ronde balen geperst. Loonbedrijf Korenberg doet dat. Het is de eerste keer dit jaar dat hij bij ons balen perst. En waarom ik dit gras zo kort maai? Nou, dan heb ik over een paar weken hier weer een hele mooie verse wei voor de melkkoeien. Want ik was eens naar mijn weidepatroon aan kijken en ik dacht, oei, of ik zit over een paar weken in heel erg lang oud gras. Of ik moet zorgen dat ik voldoende verse wei heb. En daarom heb ik hier dit stuk gemaaid. En al eerder liet ik een keer een vlog zien dat ik aan het bloten was. Dat was ook op hetzelfde stuk net dat de koeien er een keer geweid hadden. Koeien hebben hier al een paar keer op dit stuk land geweid en dan is het nu gemaaid. Kort gras, maar prachtig voer. En dat voer ik van zomer op aan de koeien in de stal. En die lusten het dan graag. En zo heb ik een win-win situatie. Van zomer mooi voer in de stal. En over een paar weken hier een prachtige weide voor de melkkoeien. En dan is die klaar met het persen van de ronde balen. En deze laatste baal die nog in de balenpersen zit, die neemt hij mee tot vlak achter de stal. Een aardige chauffeur, die denkt dan hoeft die boer Gerrit straks niet zo'n eind in de weer te rijden. En kijk, daar legt hij hem neer in de afkalfweide. Maar niet boer Gerrit haalt de balen uit het land, maar dat doet zijn zoon. Die vindt dat een mooie klus. Die zei 's morgens voordat hij naar school ging al, denk eraan, ik haal vanmiddag die balen uit het land. Nou, en daar gaat hij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.